Goedemiddag en welkom iedereen. We staan voor een dubbele confrontatie met Cercle Brugge volgende week hier thuis in onze Elanco Arena. Maar eerst morgen het duel op Jan Breydel. Tegen Cercle dus twee duels waar we naar uitkijken en waar we op gaan vooruitblikken met onze coach. Aan jullie om de vraag te stellen. Goedemiddag, Hein. Goedemiddag. Vorige week waren er toch nog een aantal jongens met kleine problemen, anderen iets ernstiger nog. Kun je een voorlopige update geven voor de wedstrijd van morgen? Er zijn er wat meer. Meer ga ik niet zeggen, maar het is inderdaad niet zoals we gehoopt hadden. Ondanks een week zonder midweekvoetbal, toch wel weer wat last van twijfelgevallen. Dus het wordt afwachten tot morgen om te zien wie dat er uiteindelijk fit genoeg zal zijn om de selectie te halen. Om ofwel op het veld te kunnen staan, ofwel toch minstens op de bank te kunnen zitten, ofwel helemaal niet de selectie halen. Dus ja, er zijn er toch weer een paar. Dus ja, het is een beetje van ons ook afwachten. Dag Hein, kan je zeggen om hoeveel spelers het dan ongeveer gaat? We hebben heel de week teruggetraind met een 13-14 veldspelers. Aan het einde van de week dan iets meer. Maar ja, dat zijn dan de kritieke gevallen. Hè. Dat je het dan toch een keer probeert. En dan is het zo, ja, misschien wel, misschien niet. Dus eigenlijk is het wachten tot morgen. En het zal over toch een tweetal, er zijn er al uit. Maar er gaan over een paar cruciale gevallen gaan. Of die inzetbaar zijn of niet. Al die blessures zijn dit seizoen, valt dat eigenlijk te verklaren? Ik weet, er zijn impactblessures uiteraard die je niet kan voorkomen, maar spierblessures enzovoort, is dat puur belasting of de kleine kern? Of? Er zijn verschillende verklaringen wellicht. Hè. Het gaat niet over één element gaan, er zijn verschillende verklaringen daarvoor. We hebben een opeenhoping van. Hè. Het is voor een deel belastbaarheid van sommigen, dingen die we wisten ook. Voor een deel ook... de te grote belasting door het verliezen, door de kleine kern, door het verliezen van spelers, maakt dat je met dezelfde mensen verder moet gaan die misschien niet, of toch moeilijker, die hoge belasting aankunnen, die dan ook uitvallen. Dus ja, het is altijd ook dan jongens die heel weinig getraind hebben, misschien vooraleer dat je ze weer moet gebruiken, wat ook niet ideaal is. Dus ja, dat zijn allemaal elementen die we hebben zelfs naar ons oefenveld gekeken. Wat een perfect oefenveld was, maar ik heb het al een keer gezegd, een hybride veld, wat harder is natuurlijk, waar je een heel seizoen hebt op getraind. Nu is dat aangepakt, nu trainen we op het andere veld. Maar oké, het kwaad is een beetje geschied, denk ik. Hè. Dus er zijn natuurlijk ook jongens die 4, 5, 6 keer al uitgevallen zijn, wat ook niet normaal is. Maar ik zeg, als de belasting wat hoger is voor sommigen, ja, dan gaat dat daarmee gepaard. Hè. Dus ik stuur geen verwijt naar niemand, hè, maar het zijn gewoon de omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat wij dit jaar in een nog nooit gezien in mijn... wat is het ondertussen? Van in 2000 ben ik begonnen, dus dat is meer dan 20 jaar trainerscarrière, heb ik dit nog nooit meegemaakt. En toch proberen we er op de beste manier door te geraken. Hè. Als je daar nu op terugkijkt, is dat, of was dat dit seizoen een van de grootste uitdagingen voor jullie om het managen van die belasting, die blessures? Ik denk dat we de belasting heel goed gemanaged hebben. We hebben echt niet heel zwaar getraind. We konden ook niet als je zoveel matchen speelt. Maar dat was een beetje hetzelfde zoals vroeger. Hè. Vorig jaar hebben we nog meer matchen gespeeld dan dit jaar. Maar ik zeg het, ja. En niet vergeten dat we dan ook nog eens 4 spelers zien vertrekken, maar door 2 vervangen worden. Dus dat is ook weer -2 aan beschikbaarheid. Dus dat heeft toch allemaal meegespeeld. Opties. We waren heel blij dat we een paar jonge gasten al konden integreren. Zoals Salah, die eigenlijk al heel belangrijk was voor ons, maar die dan ook vertrekt. Malik, die dat bij momenten heel goed gedaan heeft op 17-jarige leeftijd. Maar dat is heel vroeg natuurlijk. Maar oké, als je er klaar voor bent, dan doen we dat ook. Maar ik zeg het is, daar stopt het. Hè. Je kan niet meer doen, denk ik, dan de jongens die veranderd zijn. Hè. Dus, en toch blijven strijden voor een Europees ticket. Want je kan natuurlijk zeggen, we gaan allemaal jonge gasten spelen.
Maar ja, dan moet je misschien je Europees ticket opgeven. Hè? En dat is ook niet de bedoeling van de club. Dus, Dat Europees ticket, Hein, gaan jullie toch wel moeten zien te halen met nu ook twee duels tegen Cercle. En is het niet jullie favoriete tegenstander? Hè? En kun je ergens een verklaring vinden waarom het jullie de laatste keren enkel in die bekermatch na verlengingen gelukt is om hen te verslaan? Nee, vorig jaar hebben we ook gewoon aan tegen hen, hè, thuis. Van de laatste drie... Van dit seizoen, ja. Dat bedoel ik. Hè. Nee, dat is een feit. Ja. Uiteindelijk de kwaliteit van Cercle. Ik denk dat Cercle een ploeg is met heel veel kwaliteit. Ik denk dat ze zelfs beter moesten gedaan hebben in het begin. Want ze hebben een trainerswissel nodig gehad. Hadden ze beter gedaan in het begin, ook maar een klein beetje beter gedaan in het begin, ja, dan waren ze misschien zelfs kandidaat om play-off 1 te halen. Hè. We moesten de punten rekenen van het moment dat de trainerswissel is gekomen. Ja, dan doen zij dat heel goed. Hè. Dus, het is een ploeg met veel kwaliteiten. Met heel veel jong, energieke spelers. Die heel veel hoge intensiteit kunnen brengen. Dit is moderne voetbal. Hè. En ik denk dat we er allemaal ons bewust moeten van zijn dat de toekomst van het voetbal al heel lang in die richting gaat. Hè. Als je tempo ziet waarop dikwijls in Champions League wordt gespeeld. Ja, dit is high intensity voetbal. Hè. En jongens die alleen maar goed kunnen voetballen, die doen niet meer mee. Hè. Je moet het allemaal kunnen belopen. Je moet je tegenstander pijn kunnen doen. Je moet druk kunnen zetten. En dan ook nog eens goed voetballen. Aan die intensiteit, aan dat tempo ook nog eens goed kunnen voetballen. En dat is het voetbal van de toekomst. En eigenlijk is Cercle Brugge, wat mij betreft, een ploeg voor de toekomst. Hè. Moesten zij die bende bij elkaar kunnen houden, dan denk ik dat volgend jaar een ploeg is die misschien gaat meestrijden voor de eerste zes voor een play-off 1 plaats. Daar ben ik bijna van overtuigd. En de voorbije weken is Charles van Houten al een paar keer aan Gent gelinkt. Is dat een speler die jij graag zou zien komen? Ik spreek nooit over spelers die hier niet zijn of die niet getekend hebben. Maar ik kan wel zeggen dat er bij Cercle wel een paar rondlopen die ik heel graag naar hier zou zien komen. Ik niet alleen, denk ik. Allee, ik bedoel niet alleen ik. Misschien ik alleen in Gent. Maar ik bedoel, in andere clubs zijn er wellicht ook die ze graag zouden zien komen. Dat gaat dan inderdaad over die types die zoveel energie hebben. Dat zijn ook de types waar dat jullie naar op zoek gaan deze zomer. Ik denk dat we met Hong... dat ik met Hong zelf iemand gevonden heb. Die daaraan... met Hugo ook een beetje iemand gehaald heb. Die daar eigenlijk... En dat zijn gasten die... Mathies heeft dat ook. Die hebben we uit de jeugd eigenlijk laten doorgroeien in de eerste ploeg. Maar dat zijn type voetballers waar je er toch wel een aantal nodig hebt in je elftal om... om mee te kunnen gaan in die flow. Hè. Ik blijf erbij. Ik heb het ook gezegd. West Ham was te kloppen voor mij. Hè. Alleen moet je het kunnen blijven brengen. Hè. 90 minuten. En als je het natuurlijk weggeeft op bepaalde momenten waar je een beetje moe bent en de focus verliest, dan ga je er tegen zo'n ploegen uit. Maar je ziet ook gisteren, AZ heeft het best oké gedaan. En die hebben een kans om West Ham bijvoorbeeld eruit te bonjouren. Hè. Dus, maar dat is... energie, alles gaat gepaard met elkaar. Hè. Als je moe bent, dan verlies je je focus. Hè. Dan wordt het moeilijk in het hoofd om nog goede ideeën, goede uitvoeringen te hebben, de juiste keuzes te maken, scherp te blijven. Dus dat zijn elementen die zeker meespelen. En ik blijf er, dat is het moderne voetbal. Hè. Hallo. De trainer van Cercle noemde jou eerder deze week een rolmodel voor hem. Hij heeft jou zeer hoog zitten. Jij hem ook dan? Ja, ik vind dat hij dit jaar heeft bewezen dat hij iemand is die een idee kan overzetten op zijn groep. En oké, Cercle was voor hem ook al de ploeg die probeerde druk te zetten. Maar ik heb de indruk dat nu nog iets beter gebeurt en dat ze iets beter voetballen ook dan daarvoor. Maar Cercle is sowieso al een ploeg die hebben die spelers. Hè. Het is niet altijd evident om dat ook uit te voeren als je een kern hebt die niet over die capaciteiten beschikt. Hè. Dan ga je tegen je grenzen botsen. En dan moet je natuurlijk naar andere oplossingen zoeken. Maar hij doet dit voortreffelijk. En ja, ik heb een heel goede verstandhouding met hem. En het is zeker iemand die denk ik... we hebben het laatste er nog niet van gezien. Hè.
viel me inderdaad op, Hein, bij jullie ontmoetingen, bijvoorbeeld bij de persconferenties en zo. Heel amicaal, heel joviaal. Het lijkt wel alsof jullie elkaar al jaren kennen en is eigenlijk nog niet eens zo gek lang aan het werken. Nee, dus wel, maar er zijn nog wat trainers waar dat heel amicaal mee is. Akkoord, maar die ken je vaak wel al iets langer. Die ken ik al iets langer. Dat is nee, maar bij hem is dat inderdaad zo. Dat klikte direct. Misschien omdat ik hem laten winnen heb op zijn eerste match hier. Nee, maar als je zegt van het is wel iemand met ja, de capaciteiten, je merkt wel, hij had het bijvoorbeeld over die fingerprint die hij bij jouw team terugziet. Kun jij dan ergens dan toch duiden wat hem anders maakt dan bijvoorbeeld zijn voorganger, Talhammer? Want ja, je doet het wel met dezelfde spelers en hij doet ja, maar iedereen heeft zijn kwaliteiten. Hè? Ook zijn voorganger had zijn kwaliteiten. Oké, misschien was de aanpak die hij had en die ook succesvol was bij Cercle, was misschien uitgewerkt na een jaar. Of je hebt wat tegenslag, je haalt de punten niet en ja, dan begint er wat wrevel te komen. Ik las nu ook van een van jullie collega's van de televisie, radio, dat de spelers van Leuven ook stilletjes aan begonnen een buik vol te krijgen van de zware trainingen van Mark. Nochtans appreciëren ze hem ook enorm. Maar als de resultaten niet volgen, ja, dan is dat voor iedere training en voor iedere trainer even moeilijk. Hè. Ik las gisteren zelfs dat de kinderen, of hoe moet ik het zeggen, van Guardiola het fantastisch doen. Maar blijkbaar is men vergeten dat hun eerste jaren abominabel waren bij momenten. Maar dat ze het geduld gekregen hebben om 3 jaar te mogen verder doen. Bij Arsenal ook. Hè. De eerste resultaten die waren absoluut niet geweldig. Hè. Maar oké, men heeft hem laten zitten. En nu, dit jaar, was het fantastisch. Dus misschien moest men dat meer doen met coaches. Als het eens wat moeilijker gaat, hen laten zitten. Zouden die mensen misschien ook de kans krijgen om boven water te komen. Hè. Dus dat zijn allemaal zo van die... Ja, goedkope uitspraken noem ik dat. Ik denk dat iedere trainer heeft zijn kwaliteiten. En oké, bij iedereen gaat het al eens fout. En bij iedereen gaat het al eens geweldig. En ik zou aan iedere trainer alleen maar één ding meegeven. Is geniet van de goede momenten. Hè. Maar we vergeten dat soms. Hè. Als er een supergoed moment is, vergeten wij soms van daarvan te genieten. Dus het is al zwaar genoeg. Als het eens wat minder gaat, dan moet je langs alle kanten... verdedigen en proberen uit te leggen wat er allemaal misschien niet helemaal juist liep. Maar de trainer moet ook genieten van de goede momenten. En ik hoop dat al die jonge gasten die nu aan de slag zijn, dat ze dat niet vergeten. Cercle kan morgen weer helemaal in de race komen om de Europlay-offs en jullie kunnen dan weer een stevige dreun verkopen. Zie jij in Cercle ook de grootste uitdager voor dat laatste Europese ticket? Goh, ze zijn zeker een uitdager, hè? Maar niet de grootste of niet de enige. Ik denk dat Standaard ook eigenlijk als doelstelling heeft om ons te belagen. Ik heb het nog gelezen, denk ik ook, dat de coach van Standaard hoopt om hier de finale te spelen. Ja, iedereen hoopt dat natuurlijk. Wij hopen dat het misschien al iets vroeger gedaan is. Maar Cercle hoopt ook om finales te spelen op het einde. En ik kan me toch niet voorstellen dat men bij Westerlo nu al de handdoek heeft gegooid. En zegt, oké, we gaan voor 4 matchen niks niet meer doen. Ik denk dat Westerlo ook nog wel zal proberen om toch iets te laten zien. En om wat punten te pakken in die play-off 2. En wie weet, misschien op die manier ook weer in de race te komen. Wij weten dat we momenteel het er best voor staan. We weten ook dat we tegen een tegenstander spelen die niet onze de makkelijkste is voor ons. We weten ook dat we daar ook wel voor een deel zelf mee gezorgd hebben in de vorige matchen. Dus wij weten wat ons te doen staat. En we zullen zien na de match wat de situatie is. Als wij verliezen, ligt alles weer open, denk ik. Als wij winnen, ja, dan ziet het er schitterend uit voor ons, denk ik. Maar alles is mogelijk. Dit is dezelfde situatie als toen we naar Standaard gingen. Hè. Als we op Standaard hadden verloren, ja, dan stonden we zelfs niet meer eerst in de groep. Nu, we hebben daar gewonnen. Dat is een veel betere situatie. Maar het is nog te vroeg om nu al te gaan zeggen dat de kaarten gelegd zijn of dat het tussen twee ploegen gaat gaan. Ik blijf erbij dat iedereen nog altijd mee kan doen in de race. En oké, het is duidelijk dat Cercle en Standaard onze dichtste achtervolgers. Als je het dan net had over het jezelf moeten verdedigen als het moeilijker gaat zijn, heb je het gevoel dat dat ook erger wordt?
dat bijvoorbeeld nu meer aan de orde is dan 20 jaar geleden? Natuurlijk, ja. Dat is social media. Ja. Oké, kranten zijn ook wel wat veranderd, vind ik, bij vroeger, maar... heel dat gegeven van social media, van iedereen geeft zijn mening. Mensen pikken dat dan op. Sommige mensen gaan dat zelfs geloven. Wat mannen op social media schrijven. Terwijl dat er daar wellicht tussen zitten die... Alleen, men zegt een gebruikte spreekwoord dikwijls. Die niet weten dat een bal rond is. Maar ik denk dat er echt wel bij zitten die niet weten dat een bal rond is. Hè. Echt waar, ik meen het. En meer dan één, hè, op social media. Dus... Maar oké, het is niet alleen in het voetbal. Het is in heel de maatschappij. Hè. Het is een gif, noem ik het. Hè. Het is echt een gif. Hè. En oké, ik ga geen uitspraken doen. Het is belangrijk, blijkbaar, voor economisch belangrijk. Sponsoring, publiciteit. Maar eigenlijk zouden mensen met... het is zelfs belangrijk voor de politiek. Want ook zij gebruiken social media bij bepaalde... politieke partijen om hun gedachten goed te verspreiden. Eigenlijk zouden ze er allemaal beter van afstappen. Dat is echt mijn mening. De wereld is niet verbeterd door social media. Hè. Echt niet. Hè. De wereld is echt verslechterd door social media. Maar ja, we zijn te oud. Hè. Dan gaat dat wellicht de reactie zijn. Voilà. Laat ons hopen dat de klassieke media er iets moois van maken van deze persconferentie. Dankjewel en tot morgen.